Komt u maar. Ja, eerst voor mij allemaal begonnen, joh, het jaar weer zei tegen mij van, joh, heb je zin om mee te gaan. 6500 kilometer fietsen. Eerst was het nog meer, want dan zouden we vertrekken vanaf de Noordkaap fiets naar Marrakesh. Maar hoe kom jij eigenlijk op dat idee? Want ik had meteen iets van, ja, dat is cool, dat gaan we gewoon doen. Nou, Noordkaap leek me een mooi begin en Marrakesh is natuurlijk wel lekker exotisch, dan pak ik een stukje Afrika mee. Maar ja, de bomen moesten aangepast worden om het passend te maken. Maar waar komt het idee vandaan om zo'n enorm stuk te gaan fietsen? Nou, dat is mooi. Gewoon mooi. Elke dag lekker fietsen, simpel leven. Even tussenuit. Die fietsvakanties die heb jij al ontdekt bij de schoonfamilie, toch? Ja, bij de schoonfamilie moest er verplicht gefietst worden. En vandaar is het eigenlijk een beetje gegroeid. Ook huwelijksreis gedaan als fietstocht. En nu nog wat langer weg. Nou, je hoort met Eelke toen naar Parijs gefietst, heel romantisch. Ja, onderweg wordt bij ons wat minder romantisch, denk ik. Het wordt vooral afzien. 2,5 maand op de trappers. Ja, ik heb 11 jaar een beetje op kantoor gezeten. Lijkt me echt een geweldige afwisseling. Wat is jouw persoonlijke motivatie om zo een periode weg te gaan? Ja, gewoon tussenuit. Ook gewoon binnen gezeten achter de computer. En gewoon lekker buiten. Mooi. Volgend avontuur op kilometervreedte.com.